Auw. Oh mijn god. Waar heb ik dit aan verdiend? Ik versta naar de police. Hey met mij. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een bijzondere video. Want ik heb een pakketje ontvangen van OnePlus. En die ga ik unboxen. En uiteraard ga ik reviewen wat erin zit. Voor alle nieuwe kijkers die deze video hebben aangeklikt. Mijn naam is Mattia en ik stream op Twitch. Ik game een hele hoop. En ondertussen doe ik een beetje YouTube. Hier maak ik vlogs, unboxing, review video's. En wat nog meer. Eigenlijk alles waar ik zin in heb. Wat niet op Twitch thuis hoort. Dus als jij een like hebt gegeven en geabonneerd. Dan gaan wij meteen door met de video. Een nieuwe video. Oh ja. Een nieuwe video. Ja zeker. Ik heb dus een pakketje ontvangen en ik ga hem er even bij pakken. Dit pakketje. Auw. Auw, dat deed je echt zeer. Ja, dit pakketje kreeg ik gisteren in mijn mailbox. Nou ja, dat paste er niet in. Hij stond in het schuur. En ja, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat erin zit. Ik had geen idee. Dus ik maak hem even open en dan haal ik eruit wat erin zit. Deze zak haalde ik uit de tas en daar zag ik het OnePlus logo. Nou ben ik 2 weken geleden voor OnePlus naar Londen geweest. En dat was echt super tof. Ze hadden nieuwe modellen aangekondigd. Nu ben ik een super grote OnePlus fan, dus ik ben heel erg dankbaar dat ik was uitgenodigd. Welke OnePlus heb ik allemaal gehad? Als jullie al lang volgen op mijn kanaal, dan hebben jullie meerdere video's gezien waar ik een unboxing doe. Ik heb een OnePlus One, een OnePlus 3, een OnePlus 5, een OnePlus 5T en een OnePlus 6T gehad. Op dit moment gebruik ik dus ook de OnePlus 6T. Een hele mooie heb ik. Kijk, ik heb deze in het paars. Die vind ik echt zo mooi. Dit was een limited edition. En dit is dus de OnePlus 6T. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat in deze tas, of zak moet ik eigenlijk zeggen, dat daar ook een OnePlus in zit. Want ik zou nog een verrassing krijgen na de lancering van OnePlus 7T Pro. Dus laten we gauw deze tak uitpakken. Nou, als eerste, dit is trouwens ook echt een mooi zak, dat terzijde. Heb ik hier een rugtas van OnePlus. En die ziet er heel nice uit. Er zit hier een rits onderin. En als je hier aan trekt, gaat die open. En dan zit er dus een hele grote zak. Moet ik hem wel even openmaken. Een heel groot vak. En je ziet hem al zitten. Ja. Ja. Deze heb ik gezien op de lancering. En ze zeiden dat er een 7T Pro in deze doos zou zitten. Dus deze gaan we zo even openmaken. Maar even kijken wat er nog meer in de tas zit. Want hij is goed gevuld. Oh, wauw. Dit is super vet. Oké. Okay. Deze beker. Ja, ik ben echt een heel erg theedrinker. En ik drink altijd uit dit soort komme mokken travel mugs. Ik vind die echt super chill. Dus deze komt zeker te pas. En hij staat ook heel mooi bij mijn kamer. Want ik heb alles in het zwart met bruin. Dus deze past er heel mooi bij. Dankjewel OnePlus. En ik heb nog een zak. Maatje M. Ik weet alleen niet wat het is. Nu heb ik altijd maatje S of XS. Dus ik hoop dat die past. Oh, maar het is een lekkere dikke sweater. Nou, hoe groter hoe beter natuurlijk. Met Never Saddle erop. Oh, die vind ik heel cool. Die vind ik ook wel zo cool. Oh, ik word verwend. Oh mijn god. Waar heb ik dit aan verdiend? Laten we vooral niet te lang wachten met het Moment Supreme. Want dit is uiteraard waar het allemaal om gaat. En waar ik zo dankbaar voor ben dat ik deze gewoon krijg. Ik krijg niet betaald voor deze video om te maken. Heb ik nooit gehad voor geen één video over OnePlus. Overigens zou ik dat er gewoon bij zeggen. Maar ik heb wel deze dus gekregen. En ja, ik zit er allemaal in te lullen. Ik ga hem openmaken. Ah, kijk. Dat is handig. Dan hoef je niet je naam te verpesten. Tada! Dus, je trekt de doos, de deksel eraf. Zo gaat dit altijd. Dit wil even zeggen, want ik hoor dit vaker bij mijn kijkers die dan ook een OnePlus kopen. Doe voorzichtig die doos open. Want als je hem verkeerd openmaakt, dan
kan dit zo woep, allemaal eruit vallen. En dat is eigenlijk zonde, want dan heb je meteen je telefoon laten vallen. Dus dat is een kleine reminder voor als je de doos openmaakt. Nou, dan zie je als eerste dit OnePlus. Oh mijn god, ik ben zo excited! Oh mijn god. Halen we dit? Oh ja, ik zie hem al. Nou, dit is gebruiksaanwijzing. Nee, dus heel even in de doos gaan. Even naar het belangrijkste van de hele joele boelie boelie van deze hele doos. Kijk dit. Het pelletje zit er nog op. En die ga ik uiteraard voor jullie aftrekken. Kijk zo. Gaat die zo het hoekje om? Ja. Oh ja. Oh ja. Oh snap. Oh snap. Kijk hoe mooi. Oké, okay, die sticker moet er ook even af. Oh mijn god. Ik krijg bijna een van die kleur. Oh. What the fuck. Dit is zo mooi. Oh, ziek. Oh, wat ziek. Dit is zo mooi. Er zit al meteen een kattenhaar van een guinea op. En dit is de voorkant. En je ziet ook dat de zijkant dus afloopt. En hier zit dus die selfie-camera erin, hè jongens. Dus die komt eruit als je hem aanzet. En deze drie camera's onder elkaar voor echt zo'n super mooi blurry effect en achter en super scherpe foto's. Oh, dankjewel, dankjewel. Ik ben een beetje bang dat ik hem laat vallen. Dus ik ga even kijken in de doos of er misschien een hoes in zit. Dat zat bij de 6T er wel bij. Je kunt hier aan het labeltje trekken trouwens. Dit is gewoon een hoesje. Kijk. Kijk, dit is een hoes die ik wil. Dan kun je de prachtige, prachtige kleur van de telefoon gewoon ook op zien. Kijk. Dit is het hoesje, gewoon doorschijnend. Doe ik, kijk, deze telefoon doe ik er lekker in. Hoppata. En dan blijft hij zo mooi. Oh, wauw. Zo shiny. Mooi. Ja, heel mooi. Nou, vervolgens zit er natuurlijk zo'n dingetje bij. Zodat je je simkaart erin kan doen. En een fantastische, ja, ik zweer hierbij, dash opladers. En die gaan echt super snel. Dus altijd de welbekende rode opladerdraad van OnePlus. USB-C, dat is het al, sinds de 3 is het al een USB-C. En dan, oh, het is een warp charge. Het is geen dash oplader, het is een warp. Dat is iets nieuws en het zal vast beter zijn dan de dash. Maar in ieder geval, ik hoef altijd mijn telefoon echt 10 minuten, hooguit 30 minuten op te laden. En dan kan ik hem al uit de oplader halen en gewoon 2 dagen ermee doen. Dus ik ga er een beetje vanuit dat dat bij de OnePlus 7T Pro ook het geval is. En wat ik ook heel erg leuk vind aan de 7T Pro is dat er Android 10 al op staat. Wat allemaal weer nieuwe features heeft met bijvoorbeeld Instagram, waar ik heel veel op zit. En nog veel, veel meer andere... apps. Dus dat is super chill. Ah, ik vroeg me al af waar de stickers waren. Nou, hier zijn ze. Tada! Stickertjes. Ultra wide angle lens hebben we. En een telefoon lens dual LED flash. Ja, de specs kun je beter opzoeken hoor. Jongens, dat is altijd net wat beter dan dat ik het voor aan je ga lezen. En je kunt gewoon op mijn woord vertrouwen dat dit echt een top telefoon is. Piet van OnePlus. Ik heb hem nu dus in het echt gezien op het OnePlus event in Londen. En die heeft dus een berichtje erbij gezet. Ik denk dat dit bij iedere OnePlus 7 Pro zit. Dus als jij er eentje koopt, 7T Pro, sorry. Als je er eentje koopt, dan krijg je ook zo'n fantastische letter van Piet. Ja, ga ik dit voorlezen? Nee. Lees het maar gewoon als je de telefoon zelf bestelt. Als je in het linkje in de beschrijving klikt en via daar je OnePlus 7T Pro koopt, dan krijg ik punten waar ik weer accessoires mee kan kopen. Zoals een vette tas of een hoodie of net wat leuks of een nieuwe oplader of een hoesje. Dus mocht je er een willen kopen, gebruik mijn linkje. Ja, je spoort me erin. Niet dat ik daar geld mee krijg of zo, maar gewoon dat ik nieuwe OnePlus accessoires kan aanschaffen. Ik ga hem nog één keer aan jullie laten zien. Hij is echt mooi. En ik ga nog eventjes jullie shots laten zien van dichtbij. Dus niet mijn hoofd erbij op. En dat ik hem even installeer. En ik zal ook eventjes gauw installeren, zodat jullie ook wat beelden hebben van hoe het scherm eruit ziet bij fabrieksinstellingen. Yes,
dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik vond het echt fantastisch. Ik wil OnePlus bedanken voor deze telefoon. Voor het maken van zo'n prachtig exemplaar weer. En geef natuurlijk een dikke duim omhoog. En laat een comment achter met welke telefoon jij hebt. En welke jij graag zou willen hebben. Dan rust mij het enige nog om te zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.